Er zal vrijdag massaal geprotesteerd worden tegen het gedrag van onderwijsminister Lilian Verrier. Dit zei Wilgo Valies, voorzitter van de BVL in de ALS, vanmorgen op een persconferentie. Valies vindt het gedrag van de minister naar de leerkrachten toe onacceptabel. De bond is niet bereid dit langer te accepteren. De minister moet niet op deze manier ons onderwijs kapot maken, zegt Valies. De bond is van mening dat de instituten beschermd moeten worden, maar met het gedrag van de minister is er weinig geloof dat het goed zal komen. Daarom zijn de leerkrachten van alle niveaus uitgenodigd om aan de protestacties mee te doen, zegt Valies. We hebben dus het totaal onderwijs opgeroepen om krachtig daartegen te protesteren, want dat regardeert ons allen. Wanneer die minister steeds zegt van dat de leerkrachten van de basisscholen niet deugen, dat de kwaliteit, de kwaliteit van die leraar minder is, of van slechte kwaliteit zelf. Als die minister praat over de VOJ-scholen, dat het daar ook niet, dat een heleboel onbevoegde docenten zijn, eigenlijk praat ze niet, bedoelt ze eigenlijk niet te zeggen onbevoegd, maar onbekwamen. Want ze verzieken, ze verpesten die leerlingen. Zo gaat ze te werk. En hetzelfde op de middelbare scholen. En het laatste wat we hebben meegemaakt is de twee hoogste instellingen van ons. Wat zij de mensen echt openlijk heeft beledigd. IOL deugt niet en de universiteit deugt ook niet. Dus de enige persoon die deugt is de minister van Onderwijs. Het gaat vrijdag om een eenmalig protest. Maar dat moet een signaal zijn naar de overheid om in te grijpen, benadrukt Valies. Hij hoopt dat het signaal begrepen wordt om erger te voorkomen. Wanneer je bezig bent met een transformatie, dat je dat niet abrupt moet doen. Toch? Het moet gefaseerd plaatsvinden. De mensen moeten daarop voorbereid zijn. Op een blauwe maandag krijgen de mensen horen. Vanaf morgen mag je niet meer inschrijven. Dat is onzinnig. Je moet dat ding voorbereiden. Een heleboel deskundigen hebben zich laten horen. Hebben hun bijdrage geleverd. Alleen maar om die minister tot andere gedachten te brengen. Van dat traject wat u hebt ingezet, dat spoor wat u nu volgt, is niet goed. Toch? Zo werkt dat niet in het onderwijs. En ik ben blij dat meneer Sapoen dat heeft aangegeven als ex-minister. Als hij zegt, zo werkt dat ding niet. Alle stakeholders moeten gehoord worden. Die moeten aan tafel gaan zitten. Wil je succes hebben met het beleid wat je nastreeft. Maar niet op deze manier. En wij zeggen, met de actie van vrijdag, willen eigenlijk dat die samenleving zelf in beweging komt. Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie. De bonden organiseren vrijdag een massale protestactie om hun ongenoegen kenbaar te maken over het gedrag van onderwijsminister Lilian Verrier.